Hallo kijkers van Nieuwte, ik ben Mark en ik ben vaak weer met Prison Architect. Ik ben een klein, nou ja, een weekje niet meer bezig opnemen. Vanwege dat ik ook mijn stem een beetje kwijt was. En nou ja, ik was ook op vakantie, zoals jullie waarschijnlijk wel weten, weet ik niet heel zeker, maar daarom dus. Nou ja, ik ben in ieder geval weer terug. mijn stem is nog niet helemaal optimaal, maar ik ga gewoon weer beginnen. En ik ben even aan het kijken van wat ik allemaal moet doen deze keer. Volg je capaciteit naar 200 gevangenen. Nou, dat zal wel goed moeten komen, want nu we dit hebben. En hoeveel money we daarvoor nodig hebben, zal wel een heel bult zijn. 18.000. Oh, dat. Oké, dat scheelt dus nog best wel wat. Oh ja, we waren hier al mee bezig de laatste keer. Weet ik uit mijn hoofd. De koelkasten die moesten ook nog gezet worden natuurlijk. Dus die ga ik ook even neerzetten. Even zien, maar dan heb ik wel weer geld voor nodig. Dat is een probleem. Nou ja, ik zet er wel een aantal neer. Kunnen ze in ieder geval al wat eten regelen. Niet veel, maar een beetje. Oké. Dat doe ik tot ongeveer. Zien. Ja, tot hier. Dus nog 6 erbij. Dan vind ik wel genoeg koelkasten. Dan kunnen we hier nog wat meer fornuizen neerzetten. Zodat ze meer kunnen bakken. Ik ga er wel vanuit dat hij het allemaal wel aan kan zien. Makkelijk. Het is gewoon even een manier wachten. Logistiek. Zo. Oh ja, en toen hadden we dit nog eventjes naar de ziekenboeg en een betere of een verbeterde mortuarium maken. Zodat we waarschijnlijk hier nog wat anders kunnen neerzetten ofzo. Moeten we maar even zien. En misschien nog een groepsruimte. Ja, vergroten. Want dan kunnen we deze eenzame opsluiting gewoon hier een beetje nog uitbreiden. Dat zou wel handig zijn. Moeten we maar even kijken. Waar zijn ze allemaal naakt in het luchtplaats? Totaal niet vaag of zo. In ieder geval lijkt het probleem voor de volgende aflevering of zo. Dat hebben we in ieder geval geregeld, dat is wel heel fijn. Maar ja, om dat probleem natuurlijk een beetje te verminderen, moeten we natuurlijk de mortuarium en ziekenboek natuurlijk even uitbreiden. Dus dat gaan we ook doen, maar dat komt nog wel. Door geweld. Dat vind ik zo schijtirritant. Goddig onderzoek. We zijn er weer een aantal ontsnapt. Dus we moeten even gaan kijken hoe ze daar toch wel aankomen. Misschien maar een dubbel hek hier om mee te maken, denk ik.
Oké, dat zijn er weer drie. Ook nog een troll. Nou, die was nog best wel ver gekomen. Want deze luchtplaats heeft er eigenlijk totaal geen last meer van. Deze nog wel. Daarom zet ik gewoon nog even een dubbele hek achteraan. Even deze climbing ropes even lozen. Een klein beetje money. En dan nu nog de fornuizen. De kennen alle wapenkamer, dat is echt nog een probleem, die wil ik nog steeds moeten regelen. Even zien. Oh, is dit ook een tunnel? Fijn. Oké, één uurtje wachten en dan weer wat money. Volgens mij was het vorige aflevering met het geld nog best wel goed doorstromen. U zo van, nee. Hier nog vier. Even een beetje tekenen. Dat zijn er nog best wel wat. Vier. Zes. 12. 18, 24 keer 500. 24 keer 5. Is 120. Als ik het goed heb.
En dan met 2-0 erachter. 12.000, zo. Ja, je hoorde het al, mijn stem die sloeg over. Maar dat is vrijwel logisch. Misschien gooi ik dit, deze luchtplaats er ook wel eens een keer uit en gooi er iets anders neer. Ik weet niet precies wat. Iets van een. Ja. Een opslag of zo. Dat zullen we nog wel kunnen maken daar. Twee luchtplaatsen hebben we niet nodig. Fik, duk. Al die mensen, jezus. Ondertussen ga ik weer even wat fornuizen regelen. Zo mensen weer proberen te ontsnappen. Toch ook derp hier gewoon een stuk muur. Nou ja, het probleem is gefixt. Jeuk. Ik ga even wat meer aannemen, iets van 220 of zo in totaal. Dat lijkt me wel verstandig. Klik, klik, klik.
Zo, laat ik er maar even 20 koks van maken. Dan. Moet ik even kijken hoe we dat gaan doen. Dat is een probleem. Ik denk dat ze dat stroom niet aankunnen. Oh, wat een andere generator erop aan sleuren. Dan heb ik dus heel wat money nodig. U probeert de euro te ontsnappen. Ik ga maar eens eventjes een lening aanschaffen. Is dat de lening? Daar doe ik het niet voor. Echt niet. Oké, top. Ja, weet je wat? Deze ruimtes die haal ik alvast weg. Barbed wire. Fuck, wat de fuck moet ik daar nou weer mee? Op de hekken. Oh. Maak deze ruimte schoon of als even leeg. Heel misschien wil het nu nog werken. En zo niet, dan moet ik dit er maar even bij aanvoegen. Op deze muur ook wel even. Nou ja, plus de douche. Oh, is dat stukje ook verbrand? The fuck? Haal ik. Is er weer een gang?
Ja, dat is. Overduidelijk. Nou, dat gaat wel weg, denk ik. Oké. Holy fuck. Hoe de fuck? Ik snap hier niks van. Nou, dan hebben we vier lijken bij. Hey. Ik laat de extra hek er ook wel zitten. Daar hebben we in ieder geval deze ruimte om een mortuarium en een ziekenboek neer te plempen. En misschien nog wel een groepsruimte, ligt eraan. Een mortuarium hoeft niet zo een groot te zijn, denk ik. We gaan weer eens even een rol dus ook doen, want Snappingen, ho. Jotere. Oké, maar ik ga nu deze aflevering afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond. Geef een like, wij gaan al zieken van een keer weer. Later.